3FM. VPRO. Podcast. De Machine, een tweewekelijkse podcast van VPRO 3 voor 12 over de muziekindustrie. Niels Alberts, Atze de Vriese en Malou Miedema praten hierbij over het belangrijkste nieuws achter de schermen. Het is november. We kijken op de klok en er zijn nog 3 machines te gaan tot het einde van het jaar. Dat betekent dat we zo langzamerhand al gaan beginnen aan de afsluiting van het jaar. Ja, het is altijd weer even wennen aan dat idee, maar het is echt zo. Het is dus eerste Song van het Jaar uitzending van... Ja, denk 2 die gaan volgen, toch Niels? Ja, zeker. En we gaan natuurlijk nog een hele eigen top 2000 van de machine beginnen met eigen machineplaten. Zo is dat. Malou, zullen we het niet over de snor van Niels hebben? Laten we dat vooral niet doen. Het is maar gelukkig dat je bij een podcast alleen hoeft te luisteren, hè, jongens. Niels, waar gaan we het nog meer niet over hebben? Niet over mijn snor, maar we gaan het ook niet hebben over het Amerikaanse ministerie van Justitie. Want die gaan volgens de New York Times een onderzoek beginnen tegen Ticketmaster. De ticketverkoper die... Ja, dat is wel een big thing, hoor. Ja. Die ticketverkoper, die... wat is het? 80% van je kaarten die je hier koopt, kopen we mensen ook via Ticketmaster, volgens mij. Ja, zeker. Ja, het bedrijf staat onder druk omdat het te veel macht heeft in Amerika en te veel geld vraagt voor zijn diensten. Tenminste, dat is het verhaal volgens het onderzoek van justitie daar. En de directe aanleiding is natuurlijk het debacle rond de Taylor Swift on-sale. Nee, dit plan lag er al voor die... Taylor Swift ontzettend. Ja, maar dat in de publiciteit merk je dat dit wel een soort druppel was die de emmer deed overlopen. Nee, want is er is dus al heel. Oké, nou dan haak ik dingen aan elkaar. Het komt wel lekker samen. Ja, het ging lekker. Helemaal mis bij de Taylor Swift on sale in Amerika, waar alle servers helemaal plat gingen. Ja, en voor de mensen die helemaal geen idee hebben waar dit over gaat, maar Live Nation is het grote bedrijf dat eigenlijk achter Ticketmaster staat. Ik had in mijn nieuwsbrief deze week, moest ik zeggen van hoe die twee met elkaar samenwerken. En of dat dan een fusie of een overname is. En dat vind ik zelf al heel lastig om dat te omschrijven. Omdat wat het eigenlijk is dat, en dat zie je met meer grote ticketers. Of grote concertorganisatoren moet ik zeggen. Die bouwen eigenlijk een soort voorzetscherm met hun ticketen ervoor. Die ze lekker de schuld kunnen geven van de hoge fees en van de slechte services. Ja, dat ligt allemaal aan Ticketmaster. Maar dat zijn natuurlijk eigenlijk allemaal gewoon partijen die één partij zijn. En het is allemaal een soort fake... Ja, ze wilden eigenlijk zelf een ticketbedrijf beginnen, Live Nation. Hè? En toen is Ticketmaster heel boos geworden. En toen hebben ze maar een merger gedaan. Ja. Maar goed, het klinkt al als een echt machineonderwerp, maar we moeten nog even geduld hebben. Ja, want er is nog te weinig bekend over dat onderzoek van dat Justitie. Het moet denk ik ook een beetje overslaan tussen aanhalingstekens naar Europa. Voordat wij er echt ons in kunnen verdiepen. Ja. Malou. Ja, weten jullie wie naar de machine luistert? Nou? Salt. Het moet wel, want het kan geen toeval zijn dat de mysterieuze band na de smeekbeden van Niels in de laatste aflevering nu opeens hint op een live show. Ja. Echt sick. Ja. Ik werd helemaal gek dit weekend, man. Niels, we hebben echt aan je gaan luisteren. Ja, ik werd helemaal gek. Ik zag die tweet voorbij komen. Ik dacht, nee, dit zal toch niet waar zijn? Ja. Aan de lunchtafel kunnen we vanmiddag gaan speculeren welke van de festivals deze act gaat inkoppen. Die wil toch iedereen hebben? North Sea Jazz. Oh, nee, dat wil ik niet. Ik wil niet tussen die rode bandplooibroeken staan. Daar heb ik echt geen zin in. Dat ga ik niet doen. En op de gang een pijp roken. Ja, sodemiet erop. Best Cap misschien? Hopelijk. Nou, anyway. Wij de machine vertelden dat die albums van Salt na 5 dagen zouden verdwijnen. En niet op de streamingdiensten zou komen. En dan verschijnen ze nog diezelfde dag op Spotify en dat Apple is een Music. Jammer. Ja, ik vond het echt een zwakte bot eigenlijk. Van hun, ja. Ja, zeker. Ja, ben je teleurgesteld? Je had ze graag voor jezelf gehouden? Ja, nou, ik dacht meer gewoon van als je zegt dat je dat dan niet gaat doen, doe het dan ook lekker niet. Laat ze verdwijnen na 5 dagen. Ja, precies. Lekker consistent. Ik zat afgelopen weekend nog met een niet nader te noemen platenbaas. En die, want we hadden in de vorige machine ook een beetje lopen speculeren. Wat is het businessmodel van Salt? Nou, het businessmodel werd mij daar wel duidelijk. Van een niet nader te noemen Benelux band had gevraagd of die Inflow, die achter Salt zit, hun plaat wilde produceren. En de vraagprijs was 10.000 euro per track. Nou, dat is toch niet zoveel? Ja, schappelijk prijsje. Vind ik ook. Ik vind dat voor wat je krijgt een schappelijk prijsje. Maar dan is wel duidelijk waar de gasrekening van betaald kan worden in huis Inflow. Ja, precies. Maar we gaan het er niet over hebben. Problemen voor Talpa Radio. De autoriteit Consumentenmarkt heeft geadviseerd om nog maar 3 FM-frequenties per bedrijf toe te staan om de concurrentie op de commerciële radiomarkt te vergroten. Talpa heeft er 4. Radio 538, Veronica, Radio 10, Sky Radio. Dus als dit doorgaat, zal het bedrijf er eentje moeten afstoten.
Mm-hmm. De frequenties worden volgend jaar geveild. En ook onze vrienden van Kink hopen een stoeltje te pakken te krijgen. Maar ik denk dat degene die hier het slechtst van slaapt, John de Mol is. Die slaapt sinds die rechtszaak van Kink, waarin ze gelijk hebben gekregen om die veiling open te gooien, denk ik. Ja, maar dit voor Kink is dit heel goed nieuws, toch? Ja. Ja. Of niet? Het schijnt, maakt dat niet uit? Nou, het schijnt zo te zijn dat de verschillende frequenties die komen, die hebben ook weer verschillende intenties. En de meest vrije kavels, zoals dat heet, waarmee je dus eventjes ordinair gezegd mag doen wat je wil. Namelijk gewoon de muziek mag maken die je wil. Die zijn het duurst, want die wil iedereen hebben. Want dan kun je gewoon zo vrij mogelijk radio opmaken als je wil. En er zijn wat kavels die hebben specifieke... Je mag alleen maar oude muziek draaien. Of alleen maar Nederlandstalige muziek. Heel veel praten. Nee, goed, juist niet die heel kavels, veel praten. Ja, die zijn natuurlijk allemaal wat goedkoper, omdat er zulke restricties aanhangen. Maar ik denk dat het voornaamste is, en volgens mij wordt er ook nog een hoger beroep door Talpa gevoerd, is dat die markt gewoon nu open gegooid gaat worden. En sowieso wordt de hele radiomarkt, daar gaan we het volgend jaar in de machine nog vaak over hebben, hoor. Ja. Ja, dat is gewoon heel rumoerig. En ik had een heidag van 3FM. En dat was toch ook een van de belangrijkste onderwerpen afgelopen, waar we het afgelopen week over hadden. Van wat gaat daar in de radiomarkt volgend jaar gebeuren? Mm-hmm. We gaan het er nu niet verder over hebben. Wat gaan we wel doen? We gaan het hebben over een legendarische remix, mixplaat van de Soulwax Broers. Too Many DJs. Yes. As Heard on Radio Soulwax Part 2 bestaat 20 jaar en er zaten nogal wat haken en ogen aan die plaat. Dat is leuk om te bespreken met de mannen zelf. We gaan het hebben over de male gaze in de fotopit. Lekker onderwerp. Heerlijk. Toch? Zin in. Ja. Maar eerst, ja, de song van het jaar. Hij is open. Je kunt stemmen. Heb jij al gestemd, Marlou? Ja, ik moet zeggen, ik heb dus nog niet gestemd. Erg, hè? Ja, ik ben gewoon zo aan het twijfelen. Ik heb echt al 5 verschillende lijstjes gemaakt. En dan stem je toch 5 keer met 5 verschillende mailadressen? Ja, dat is ook zo. Maar ik heb dan, ik weet niet of jullie dat hebben, maar dan kijk ik dus naar de lijstjes die andere mensen hebben ingevoerd. En dan denk ik, ik had op deze lijstjes ook kunnen stemmen. Oh, en dan ga jongen, ik had mijn lijst dus natuurlijk, ik wilde natuurlijk vrolijk meedoen met de openen van de stembus, want ik ben de eindredacteur, dus ik moet laten zien dat ik heel snel gestemd heb. En natuurlijk, wat gebeurde er? 2 platen die er echt in hadden gemoeten, die zag ik binnen 5 minuten in andermans lijstje voorbij komen. Het is toch helemaal niet erg, mensen? Ja. Er zijn toch heel veel liedjes die het waard zijn om op te stemmen? Ja. Dat is toch zo? Ja. Wat was jouw song van het jaar in je top 10? Wat is je favoriet hierbij? Nou, ik zit deze week ben ik heel erg in The Haunted Youth, die Belgische band. Dat is wel een mooie plaat, hè? Daar heb ik een interview mee gedaan. Staat ook nu online. En dat kun je dus lezen. Spelen ook op ons Song van het Jaar festival, waar je bij kunt zijn. Ja. Echt ziek. Leuk. In de Maassilo in Rotterdam. En dat liedje heb ik dus de hele week heel veel gehoord. Dus die komt nu terug helemaal op. Broken. Ja, prachtig nummer. Maar het leuke is, als je zo het jaar gaat... en de balans op gaat maken, dan kom je erachter van wat zijn ook weer de trends van het jaar. En we gaan het over 1 leuke trend hebben. We gaan het weer over TikTok hebben. Hii. Ja, want op TikTok is het nogal een dingetje om van bepaalde nummers, en dan met name lekkere langzame nummers, snelle versies te maken. Dat past bij het medium. En ik heb een boeketje gemaakt van hits van dit jaar die een snelle versie kregen. Snap in 1, 2, where are you? Ja, Rosalind hoorde je, die hit van het Songfestival, wat ook een geval apart is, want die werd 20ste in het Songfestival en werd dankzij TikTok alsnog een wereldhit. Daarna Steve Lacy, die met een soort langzame bedroom pop doorbrak. Ja, jij ging stuiteren van die Baddest of Them All natuurlijk. Dat was volgens mij jouw song van het jaar. Dat was volgens mij jouw song van het jaar. Ja, zit wel in de 10. Ja. Dat is een van de surefire shots, zeker. Ja. Oliver Tree hoorde je ook nog. En Joost, onze eigen Joost met wachtmuziek. Wat vinden jullie hiervan? Wat vind jij hiervan, Malou? Ja, ik deze bedoel, trend. Ja, soms werkt het dus wel, soms werkt het niet. Je moet dus eerlijk zeggen, ik was eerst super sceptisch, want ik vind het toch een beetje een soort van... Ja, verkrachten. Zeker. Ja, niet op die manier gezegd, maar zeker. En, maar ik zat dus gisteren je hebt Lights en Ellie Goulding popliedje uit echt, nou, hoe oud is het? Echt super oud. 10 jaar oud of zo? Precies. Ik zat hem gisteren opnieuw te luisteren met een sped-up versie. En toen dacht ik, oh, ik vind hem veel leuker zo eigenlijk. Hij is vrolijker. Ja, het is zeker, vrolijker. Zeker. En dat werkt natuurlijk op TikTok, want we willen allemaal
allemaal vrolijke liedjes en dansjes en dingetjes daar. Zeker. Ja, en als er een hoek in zit, weet je wel, waar je op kunt reageren in je dansje, dan kun je dat natuurlijk op TikTok op die manier veel sneller doen. Dat is ook lekker, want dan, ja, ik weet niet, dat is toch een beetje waar dat medium voor is gemaakt. Zo snel mogelijk heel veel filmpjes er doorheen kunnen jassen. Ja. Ja, ik vind die, die versie van Joost vind ik echt fantastisch hoor. Dat vind ik echt een heel bijzondere song, zeg maar. Dat is eigenlijk de derde die in mijn top 10 had moeten staan. De sped-up versie. Ja, te gek vind ik die. Staat dan weer niet in de keuzelijst, alleen de gewone versie. Ja. Dit is wel leuk, want die sped-up versie van Joost, dat is een beetje een apart geval. Want die is ook, daar is echt productie aan verricht. Want sommige van die sped-up versions zijn gewoon, ja, je kunt gewoon in je TikTok kun je tempo sneller zetten. Of je kunt op in Audacity of weet ik veel wat voor audiomontage kun je liedje versnellen. Dat doen heel veel mensen zelf. Maar hier heeft iemand echt aan zitten sleutelen. En dat is niemand minder dan Vieze Asbak. Yes! Vieze Asbak wil nooit belletjes doen met ons. Want die wil graag anoniem blijven. Maar hij wilde wel een interview geven via Google Text. Dus dat heeft hij bij deze gedaan. Hij heeft uitgelegd hoe dat zit met die sped-up version van Wachtmuziek. De sped-up versie ging al langer viraal op TikTok. Dit is iets wat fans vaak zelf maken van bekende nummers. Joost heeft mij toen benaderd om een officiële sped-up versie te maken. Het klinkt Bart, leuk. Kunnen we hier een Bart, net anders dan het kunnen we hier een sped-up versie van TikTok dit interview doen, want dit duurt te lang. Joost heeft mij toen benaderd om een officiële sped-up versie te maken. Het klinkt leuk, heeft meer energie en het is net anders dan het origineel. TikTok is sowieso een snelweg met content en deze sped-up liedjes passen daar perfect tussen. Joost speelt live altijd eerst het origineel. Daarna speelt hij de sped-up. Je ziet dat het publiek daar super goed op gaat. Er zijn nog wel wat andere sped-ups in de maak. Oeh, leuk. Waar zou je een sped-up van willen horen, Malou? Oeh, hele goede vraag. Harry Styles natuurlijk. Ah ja, natuurlijk. Ja. Hoe zou dat klinken? Echt fucked up, denk ik. Ik denk niet dat je dat moet willen eigenlijk. Nee. Maar nee, ja, ik zal het vast heel goed doen op TikTok. Joost zelf die liet weten dat hij eigenlijk al vanaf zijn 12e alles naar sped-up versies luistert. Hij heeft ook jouw Weird Hit Wonder met de ringtones helemaal afgeluisterd volgens mij 14 keer. Ja, tuurlijk. Er zit een sample van Crazy Frog in zijn nieuwe plaat. Dus wat dat betreft kan dat niet missen. Maar het is natuurlijk wat dat betreft ook niet helemaal een nieuw fenomeen. Het is niet iets wat in 2022 uitgevonden is. Ik heb even een paar classics verzameld die ook een sped-up zijn. Geen classic, maar staat gewoon in de keuzelijst van dit jaar. Adse, dit zijn vier classics achter elkaar, jongen. Dit is gewoon fantastisch. Maar die LF System, die is slim. Want die heeft gewoon in het jaar dat sped-ups helemaal een ding werden op TikTok, gewoon in zijn originele productie al een sped-up ding gedaan. Ja, zeker. Jij vindt die niet leuk, hè? Ik vind deze niet zo leuk. Maar Niels vindt hem geloof ik echt ja, top. Ja, ik vind hem echt mooi. Top. Ik vind alle vier deze platen top. Dus dat, laat dat gezegd zijn. Maar ik vind die laatste, dat vind ik echt een knaller. Ja, dat eerste is natuurlijk Happy Hardcore. Daar deed iedereen het. Dat was helemaal het ding. En dat is eigenlijk ook precies dezelfde reden dat het op TikTok werkt. Namelijk, je pakt iets wat hard is en eigenlijk ongezellig. Je doet het versneld met een versnelde sample van een vocal erin. En ineens klinkt het vrolijk. Ja. Dat is wat je wil. Ja, maar het is ook super slim. Ik las een artikel van Billboard ook hierover. En daarin vertelden ze ook dat, nou, in principe is het natuurlijk, weet je wel, vroeger hadden ze dan remixes om bepaalde, weet je, als je een single hebt, om dan die een beetje aan te jagen. Dan ga je een grote DJ vragen van, hey, wil jij hier een remix van maken? En dan kan je hem nog even een beetje pushen, zeg maar, die single. Zodat die nog wat beter gestreamd of gekocht wordt of whatever. Maar dat is natuurlijk best wel een
kostbaar proces. Als in, je kunt zomaar zeker als je Fred Again wil hebben. Ja, of, zeker. Hoe duur zou dat zijn? Ja, nou ja. In anyway, dat is echt super duur. Wat ze daarover vertelde is dat zo'n sped-up versie kun je natuurlijk voor, nou ja, ze zeiden €50 tot €200 maken. Dat is gewoon super cheap natuurlijk. En het werkt eigenlijk veel beter. Die Steve Lacy, die heeft die sped-up versie, die heeft gewoon 14 miljoen streams. Fucking hell. Dat is op echt Spotify. Ja. Nou, dat is het grappige natuurlijk, want in principe werkt het op TikTok, waar je korte filmpjes hebt. Maar die sped-up versions, die beginnen nu ook één voor één officieel uitgebracht te worden. Die Steve Lacy versie staat gewoon op Spotify en Apple Music en Deezer. Ja. Als nieuwe release. Ja. Ja. Ik wil toch nog wel een lans breken voor Joost in deze. Want we laten alle voorbeelden horen. En dan is het vooral dat je het idee hebt dat de platenspeler eventjes van 33 naar 45 toeren wordt gedaan. En dat er niks meer wordt gedaan. Wat ik zo goed vind aan die Joost-track is dat het punt dat hij probeert te maken in de tekst en de sfeer die hij probeert te creëren met die song en wat hij wil vertellen. Ja, want een heel serieus nummer. Hè? Het is een heel serieus nummer. Wachtrijden in de GGD, GGZ. Ja. Ja, je hoorde dat er vrij net, zeg maar, ik kan niet helemaal nazingen, want zo hoog kom ik niet. Maar wat hij daar probeert te zeggen, wint aan kracht door die sped-up versie. Dus daarom vind ik dat echt een heel bijzondere variant daarvan. Ja. Waarom het echt een song van het jaar vind ook. Ja, ik kan me ook voorstellen dat het gewoon heel goed werkt in zijn show. Dat je eerst even een moment neemt voor die, weet je wel, die langzame versie. En dat je daarna even lekker alles eruit staat te hakken op de snelle. Ja. Ja. Nou, sterker nog, het is die originele versie is ook niet per se langzaam. Dat refreintje is ook al best wel snel. Dus je kunt daar, maar er gaat nog een schepje bovenop inderdaad. En je bouwt er een dakje bovenop. Ja, precies. Ja, ik snap dit wel waarom dat werkt. Zeker. Ook al klinkt het soms heel erg smurferig. Die Rosalind versie, die snap, die klinkt echt nergens. En als je bijvoorbeeld, hoe heet ze? Lana Del Rey. Oh, die is ook veel in de versie te toch, vinden. Ja, gewoon meerdere tracks van haar. En dat klinkt, vind ik, dus nergens naar. Ik vind die Steve Lacy eigenlijk ook niet zo leuk. Oh, weet je welke ik ook hoorde? Er is eentje van Thundercat. En die heeft echt zo'n lekkere, lome, trage funk tune. En die is opeens echt super snel. En dat is een hit, hè? Ja, dat is echt een super hit. Maar het klinkt nergens naar. En volgens mij staat die ook al op Spotify. Want daar zijn ze zich ook inderdaad helemaal rotgeschrokken hoe hard dat aansloeg, zeg maar. En gewoon available gemaakt. Ik vind die dus stiekem wel leuk. Ja? Ja. Ja, zo zie je. Ja, nee, het splijt de meningen, jongens. Ik vind alles leuk. Ik ben benieuwd, beste luisteraars, welke sped-up version jullie leuk vinden. En ook welke je graag zou willen horen. Dus kom maar door met jullie sped-up tips. Goed. Gaan we door naar, nog even niet vergeten te zeggen. Stemmen. Toch? Oh ja, stemmen. Tot wanneer eigenlijk, weet je dat uit je hoofd? Tot donderdagavond 3:12. Ja, jongens, het is allemaal zo dus je moet eigenlijk wel bij ons. Je moet dus vandaag meteen de machine luisteren en geïnspireerd raken om te stemmen. Ja, en die top 10 inleveren. En dan ook nog even een kaartje kopen voor de Maasilo op vrijdag 2 december in Rotterdam. Doe dat. Ja. Wordt echt heel vet. Ja. Nog een paar leuke aankondigingen. Zeker, nieuwe namen net aangekondigd. Ja. Dus, gaan we nu terug in de tijd. Ja. 20 jaar om precies te zijn naar een klassieke mixplaat van de Soulwax Broers. Zo heetten ze toen. De Wale Brothers, nu inmiddels al lang bekend als Too Many DJs. Ze maakten een plaat die heette As Heard on Radio Soulwax Part 2. Dat werd een gigahit. Ken je, ben je daar eigenlijk mee opgegroeid, Madhu? Nee, voor mij was dat echt een huge ding toen, 20 jaar geleden. Ik ben er zeker niet mee opgegroeid, maar ik heb het op een gegeven moment wel teruggevonden omdat ik Soulwax gewoon heel vet vond. Ja, weet je wat toen? De band of de DJ's. De band, de DJ's. Inderdaad. Ja. Maar ja, dan waarschijnlijk ook de band die toen al heel elektronisch was en niet de rockband die het eind jaren 90 nog was. Ja, volgens mij heb ik het eigenlijk ontdekt rond die tijd dat ze Essential Mix uitbrachten. Oh ja. En daarna ben ik teruggegaan. Dus het is zeker niet iets waar ik echt mee ben opgegroeid of zo. Nee. Zij zijn natuurlijk inderdaad een elektronische band geworden. Ze maken veel remixes die het ook vaak heel goed doen. Dit jaar nog een hele mooie remix van Peggy Goo gemaakt. En voor een Grammy genomineerd met die van Wet Leg. Ja, ze vond het zelf trouwens opvallend. Ze hadden verwacht dat ze voor Peggy Goo, als ze genomineerd zouden worden, voor die Peggy Goo remix genomineerd zouden worden. Nee. Wat eigenlijk een soort greatest hits van house classics is, hè, die remix. Want er zitten zoveel referenties in de naam van die houseklappers. Ja. Hele ze vertelde dat Peggy Goo specifiek gevraagd had om een remix waarmee ze haar set elke avond zou kunnen openen. Dat vond ik wel leuk. Vond ik een specifieke vraag. Ja. Doe even een Kickstarter. Maar goed, het ding van die remixplaat, van die mixplaat van 20 jaar geleden, was dat ze daar mashups maakten tussen twee nummers. Twee nummers over elkaar plakten waarvan die niets met elkaar te maken hadden. En dat werkte, dat sloeg in als een bom. Dat was echt op de dansvloer een hit en ook als mixplaat. En we dachten, we gaan die Soulwax Broers even vragen hoe ingewikkeld dat wel niet was met rechten en zo. Hier zijn Stefan en David de Wale. Thank you.
my own means. Only room to sell when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave. Question, tell me. Dit moet een mix zijn geweest die jullie carrière en misschien zelfs wel jullie leven veranderd heeft. Dat is ongetwijfeld zo. En je moet weten dat op dat punt, 2002, waren wij wel al 7 jaar lang, of iets langer actief als Solwax. 1995 tot 2002 was ook iets helemaal anders dan de muziekindustrie van na 2002. Ja, we moesten toen werken met Niels. Inderdaad, dus Niels is een groot stuk van het succes van Solwax in Nederland. En als wij denken aan Nederland, dan denken wij vaak aan Niels. Niels, ja. Ook al hebben we hem al heel lang niet meer gezien. Ja. We zijn op dat moment nog altijd een indie rockband, Solwax. En we maken muziek met een drummer en we spelen live. Maar je brengt een plaat uit en dan duurt het 9 maanden voordat die plaat uitkomt, of 6 maanden. Dan moeten er singles komen, dan moet je live spelen, dan moet je zien dat je... Dus heel dat proces van muziek maken en uitbrengen wordt heel langzaam. En ineens beginnen we mixen te maken of te DJ'en uit pure boredom. En maken we mixen van dingen die wij leuk vinden. Die gaan op een cd. Die gaan bij XFM in Londen. En op een spanne van een week tijd wordt iets dat we gemaakt hadden 2 weken daarvoor gespeeld op Engelse radio. Sta ik in Rough Trade, Errol, Dave en mij. En zie iemand binnenkomen die zegt van... I just heard Kraftwerk mixed up with Alan and Rigby. I want it. Die gast van Rough Trade zegt van... I don't have it. It doesn't exist. And I don't know what you're talking about. En wij staan en wij denken van, holy shit, man. Technisch, hè. Ik weet helemaal niet hoe jullie dat maakten in die tijd. Kijk, je hebt nu allerlei technologieën waarmee je vocals kan lostrekken van de muziek en andersom. Dat hadden jullie toen toch niet? Nee. We moesten op zoek gaan naar a cappella's. En die plaat is ook echt heel artisanaal gemaakt. Dus dat is wel... Dat is ook de reden, denk ik, waarom dat vandaag moeilijk zou zijn. Niet alleen voor rechten, maar ook qua stijl is het moeilijk om dat te doen. Omdat we hebben het echt gemaakt. Pitchen, bijtrekken, klein beetje hier. Nu spreken we over a cappella's en zo, maar bijvoorbeeld sommige van de eerste dingen die we gemaakt hebben. Salt and Pepper met de Stooges, voor ons. Ik bedoel, er bestaat als een cd uit met de instrumental version van de Stooges. En... De a cappella van Salt and Pepper was gewoon een van de Amerikaanse 12 die ik al lang had. Het was echt wel diggen. Je moest gaan diggen en zoeken. En hier stond er een stukje op die maxi. Zoals een stukje a cappella dat we konden gebruiken. Eigenlijk zijn we zo begonnen. Dat was super artisanaal. De nu jubileum vierende Radio Solwax 2, was dat moeilijk uit te brengen, rechtertechnisch? We zijn initieel, dachten wij dat alles gewoon bootleg zou blijven. En dus we hadden een paar dingen op white label. Het was nooit onze bedoeling om die dingen effectief ook uit te brengen. Nee, en dus moeten we krediet geven aan Kenny Gates, de eigenaar? De baas van Pias, whatever de naam is. Eigenaar. Ja, eigenaar van Pias. Hij was naar ons gekomen en zei van, hier is iets aan het gebeuren dat wat we effectief wel kunnen officieel uitbrengen. Waarom geven jullie ons niet een lijst van alle nummers die jullie zouden willen clearen? En wij zeiden, dat is onmogelijk. En wij hebben gezegd in hem van, wij dachten ook van dat idee van hem dat gewoon compleet niet mogelijk was. Dus wij zeiden ook tegen hem van, there's no way dat je die dingen kunt clearen, dat gaat niet. En hij zei toen van, ja, maar probeer toch een keer een lijst te maken. Kenny vertrekt met die lijst. En Dave en ik denken van, whatever. En wij zijn al begonnen aan de volgende Solwax plaats. Wij denken van, we zijn verder, we zijn een indie band. En 3 of 4 weken later komt zijn secretaresse bij ons. Want het was niet Kenny Gates die dat deed, het was zijn secretaresse, dat moeten we er ook bij zeggen. En die zegt van, kijk, dit is die lijst. En zoals dat jullie zeiden, veel dingen zijn niet verkrijgbaar, maar sommige dingen wel. En we beginnen te kijken in die lijst en we zien... Ik denk een van de eerste dingen dat we zien is de Stooges. En dat was een heel belangrijk deel voor DVM. En mij Velvet Underground. En de Velvet Underground. Ja. En het moment dat we de Stooges en de Velvet Underground zien, denken wij van... Wow, wacht een keer 2 seconden. Dat is interessant. En dat waren een heleboel nieuwe dingen die niemand kende.
Vitalik LaRock, Adult. Andere dingen die heel simpel waren, omdat het mensen waren die we kenden. Tuurlijk mocht het Peaches, het zal wel, go for it. Het is een beetje die lijst die ons heeft in die richting gestuurd eigenlijk. En nou is het heel lang geleden dat die plaat uitkwam. En nu zijn er al heel lang DSP's, Spotify, Apple Music, Deezer. Daar komt hij dan nu pas op. Waarom is het nu pas? Simpelweg, er was nog geen mechanisme om compilatie DJ mixen op DSP's te zetten op zo'n manier. Dus aangezien dat wij... Gemixt. Waar de CD een legaal precedent was, want we zijn een paar keer aangeklaagd geweest door majors. Het legaal precedent voordien, voor As Heard on Radio Solvex, 16 seconden of zoiets was. Maar natuurlijk, als wij een heel nummer van Destiny's Child, de vocal, en een heel nummer van 10cc eronder zetten, dan is dat 3-4 minuten. En daar bestond toen nog geen mechanisme voor CD. En daar zijn twee rechtszaken over geweest die, ik zeg wij, maar eigenlijk Pias heeft gewonnen. Maar die zijn een beetje zoals Bosmans arrest in de voetbal. Dat werd dan de template van wat een mixtape kan en niet kan. Ja, en dus ik denk dat dat president eigenlijk gewoon niet overgezet is naar DSP's. Want dat is nog maar, hoe doe je het daar? In feite is wat jullie maakten natuurlijk niet een mix-cd, maar een soort collectie remixen. Ja, maar, waar trek je de lijn? En dat was voor DSP's nog niet evident. Tot nu toe, ja. Het is pas nu dat we er eigenlijk kunnen mee naar buiten komen. Maar het is wel een feit dat die plaat niet zomaar een mixtape was ook. Het is wel een feit, de manier waarop dat we het gedaan hebben en de manier waarop dat de dingen in elkaar lopen en doen en zo. En was natuurlijk op dat moment anders dan de meeste andere dingen. Ja, want wie kwam er op het idee om Dolly Parton te mixen met Reuksup? Op dat moment een hippe nieuwe elektronische act. Niemand, alleen de Solwax broertjes. Ja. Nou, Niels, kun je je zak steken? Het deel van het succes van Solwax is jouw naam te schrijven. Misschien moet ik dat voor de luisteraars even uitleggen. Ik was in die tijd product manager bij Play the Gensham. Pias, waar ze het over hebben, hun label. Dat was ik van 1995 tot 2000. En Much Against Everyone's Advice, eigenlijk de periode het begin van de periode waar zij nu over spreken, was ik de product manager van. Het was toen nog echt gewoon een rockplaat. Zij noemen het een indieplaat, maar het was wel echt een rockband. En daar heb ik als product manager heel veel aan gedaan om, tenminste daar was ik gewoon verantwoordelijk voor Nederland, zeg maar. Dus daar heb ik heel veel met ze samengewerkt en allerlei leuke dingen bedacht, samen met hun en samen gedaan. En onder andere bijvoorbeeld ook, zij hebben het over de Stoetjes met Salt and Pepper eroverheen. Maar de eerste mashup die zij maakten, waarmee wij al heel veel rumoer in de Nederlandse markt wisten te creëren, was een mashup die zij in, ik meen Tsjechië of Polen, hadden laten persen. En dat was op een white label? Ja, nou gewoon, daar stond helemaal niks op, zeg maar. Omdat ze zelf wisten hoe illegaal het was. Want wat was dat namelijk? Dat was hun eigen vocal van Saturday, het tweede nummer van dat album toen deden. Met Billie Jean eronder. Dat speelden ze ook live? Ja, dat speelden ze niet live. Maar wij waren toen heel vaak de gast op 3FM bij Isabel. Die was toen in de avond daar. En daar waren we gewoon een soort huisvrienden geworden. We konden altijd komen. En toen hadden ze dat ding een keer meegenomen. En dat was meteen al een enorme bus eroverheen. En ze hebben toen een tour gedaan voor Much Against Everyone's Advice. Nou, dat had ook heel veel voeten in de aarde. Want ik meen dat 14 clubshows waren. Nou, dat zie je tegenwoordig al helemaal niet meer. Dat was toen ook al echt bijzonder. Dat je gewoon een hele volwaardige Nederlandse tour kreeg. Van Delft tot aan Groningen. En elke club gedaan. En iedereen zei ook, dat is gekkenwerk. Want die band die stelde in Nederland op dat ogenblik nog helemaal niks voor. Maar toen begonnen ze eigenlijk, die tour die begon ook met half uitverkochte zalen. En die eindigde, ik meen, in Tivoli, het oude Tivoli, met een uitverkochte zaal. Dus zij wonnen het publiek eigenlijk voor die tour voor zich. Maar ze begonnen halverwege die tour, dat was een maand of drie, die 14 optredens dat gebeurde. Na afloop stapten ze het podium af en dan stapten ze de DJ-booth van de club in, de zaal. Gingen ze plaatjes opzetten. En toen had ik al door, ik denk, dit is super lachen. Dit is super tof, want ze hadden ook zoveel platen en zoveel toffe dingen. En dat hele succes van die clubtour werd toen ook nog vertaald in een optreden op Pinkpop.
Waar ze, nou, ik weet niet of je dat nog kunt herinneren, het podium opkwamen met die roze stropdasjes. Later nog een keer heel goed gedaan door Danny Vera. Ja, dat was een keer dat Robbie Williams daar ook stond en iedereen dacht van, dat was dus nou heel, ja, dat was dus heel grappig. Ook een heel leuk verhaal. Zij stonden volgens mij als tweede of derde die dag op de hoofddag van Pinkpop. En ik kan me dat nog zo goed herinneren. Dave, die de jongste van die twee broers, stak zijn kop door het gordijn. En die zei tegen mij de woorden van, het moet er vandaag op, hè, Niels? Ik zei, ja, het moet er vandaag op. Want het was natuurlijk echt zo'n moment dat je die band van alles of niks. Alles of niks. En het lukte volgens mij vrij aardig. Het was niet het optreden van de dag, maar ze maakten echt wel weer een boel vrienden daar. En ik kwam in de kleedkamer terug. En na hun kwam Robbie Williams, die volgend jaar weer op Pinkpop staat, zeg maar. Die kwam op. En toen vertelde Dave of Stef aan mij het geweldige verhaal dat zij dus bij de changeover van de instrumenten waren ze Robbie Williams tegengekomen. En die deelde visitekaartjes op met daarop gedrukt: "This is genuine proof that I've met Robbie Williams." Nou, en van dat soort, die hele tour en dat soort dingen hadden we zoveel. Ik snap wel, ik heb er zelf ook zulke goede herinneringen aan om met hun samen te werken. En dat was zo leuk. En het is gewoon heel leuk om bij zo'n doorbraak aanwezig te zijn en al die stappen mee te kunnen maken. Wat ik wel leuk vind is dat ik herinner me dat Q Magazine, het aloude rockblad in die tijd, die schreven een recensie. Die gaven een 1. Die hadden een titel van een Smits liedje, of een tekstje van een Smits liedje. Hang the DJ's hadden ze boven de plaat staan. En misschien zou je dat vroeger de kop gekost hebben, maar er was echt een soort kantelpunt dat niet meer uitmaakte. Nee. Als jij gewoon via het internet, want dat was natuurlijk, want zij waren natuurlijk vinyl junkies. Ja. Maar die plaat verspreidde zich natuurlijk wel via het internet. Ja, en er was gewoon een enorme bus om. Die was al opgebouwd met die rockplaat, Much Against Everyone's Advice. Maar ze zaten echt op dat kantelpunt. En toen kwam die mixcd's. En zij deden ook een mixprogramma op Studio Brussel, dat heette Radio Soulwax. Ja. En daar komt die part 2 ook vandaan. Omdat ze hadden al een heleboel uitzendingen gedaan. Ik heb stapels van die uitzendingen op CDR'tjes. Ja, dat deed je toen nog. Gebrand. Omdat zij dit, bedoel, wat je op die uitgebrachte versie hoort, dat was al gekkenhuis. Maar ze hadden hele versies waar ze later ook mee getoerd hebben. Toen gingen ze ook die covers, de visuals erbij maken. Dus dan zag je als je de Stoetjes met Salt and Pepper gemixt zag worden, zag je dat ook op beeld. Dus ze hebben dat ook steeds verder uitgebouwd. En die Radio Soulwax CDR's, ja, ik heb ze geloof ik nog ergens in mijn kelder liggen, daar zitten ook geweldige mix bij. Dat deden ze vaak ook, die mixen en die mashups die je op die uitgebrachte versie hoort. Maar ze deden het ook soms thematisch, zeg maar, weet je. Dan had je gewoon één heel genre of alleen, nou, ik verzin dit ja, even ze te hadden plekken. Ook bijvoorbeeld een mix met alleen maar discoplaten met hoe ze waar naakte vrouwen op stonden. Ja, dat is een crazy goed thema. Shit. Goed ja. thema, toch? Heel goed. Ik heb dus, nou ja, ik zal nog maar één anekdote vertellen. Anekdotes. Ja, zeker. Ze komen uit Gent en ik ging met mijn vriendin naar een weekendje naar Gent. En toen bood Stef mij aan dat ik in zijn appartement op de markt van Gent mocht slapen. En ik weet niet of je die kastje hebt, maar ik heb ze thuis ook staan. Die Q-Lox kastjes die je in elkaar kunt zetten, waar je handig spulletjes in elkaar kunt zetten en die er nog best aardig uitzien. Die had hij over de hele lengte en breedte van zijn appartement helemaal volgedouwd met vinyl. En die Q-Loxen, dat zijn echt best wel stevige dingen, maar het is toch ook een beetje fineer. En die hingen allemaal, want het zijn dan kastjes van een meter, dus allemaal aan elkaar gekoppeld. Die hingen allemaal, denk ik, 10 of 15 centimeter doorgezakt vanwege het gewicht van het vinyl. Zij waren toen zulke crazy vinylverzamelaars al, dat het gewoon toen al niet in hun huizen paste. Ja, vet. Vet dat je hierbij was. Sorry, dat klonk echt heel erg soort extreem. Ja, maar het was gewoon super. Wat vet dat u hierbij was, meneer. Ja, nee, het was gewoon superleuk. En ik heb zo gelachen. Die tour die was ook fantastisch. En de reden waarom we die tour ook uitverkochten, dat was wat ik als productmanager toen ook besloot. Ik had ze gezien in de AB, geloof ik, in België. Bij een perspresentatie van Pias. En Kenny Gates, die zij ook noemen, de baas van Pias, had ook gezegd, dit is ons grote project voor volgend jaar. Deze band moet doorbreken. Weet je, dat was gewoon een beetje de vibing die er hing. En ik zei, ja, met deze Belgische broersdingen, dat dacht ik in mezelf, dat gaan we nooit in Nederland trekken. En toen heb ik ze in de AB gezien met een van die eerste shows. En ze hadden die show toen eigenlijk ook, en misschien was dat wel de key, die was toen ook al eigenlijk opgebouwd als een DJ-set. Er zat een enorme goeie. Ze hadden ook elke avond dezelfde setlist, omdat ze daar gewoon zo goed over nagedacht. Het liep in elkaar over. Er zat een Prince cover in, onder andere, van Pop Life.
die op een heel cruciaal punt in die set zat. Ze hadden echt, die set opgebouwd als een DJ-set. En er waren mensen die ik meenam naar die tour. En die zeiden halverwege set, ja, ik weet het allemaal niet. Ik zeg, wacht maar tot die laatste 5 nummers kwamen. En het afsluitende nummer was altijd Too Many DJs. En bij die laatste 5, ik kan me met name een show in Haarlem herinneren. Dat die laatste 5 nummers was gewoon een knockout na een knockout na een knockout na een knockout. Er stond gewoon niemand meer recht overeind als ze die 5 nummers hadden gespeeld. Even een reservoir aangeboord in Niels, hè? Ja, echt heerlijk. Ja. Echt heerlijk. Helemaal los. Ik vind het altijd fijn als je op de praatstoel gaat zitten. Ja? Ja, zal ik volgende keer het hele verhaal van Abel en Kaipen dan maar helemaal doen? Dan heb ik nog meer verhalen over. Maar ja, die kunnen we ook nog even opsparen, toch? Maar die gingen niet DJ'en, dus daar kun je niet zoveel verhalen over vertellen. Nee, het is een tof verhaal. Vooral ook omdat het aan zoveel aspecten raakt. Aan internetcultuur, aan remixcultuur, aan rechter shit. Aan hoe speel je nou eigenlijk live? Wat ben je als artiest? Dat zit er allemaal in. Dus, ja, en ik vond het ook heel tof hoe je het gemonteerd hebt. Happy 20 jaar voor Radio Solex Part 2. Ja. Er is een feestje, toch? In Londen wel, volgens mij. Londen. Kunnen we gewoon heen, toch? Ja, even het vliegtuig. Nee, boot. Sorry, even de boot pakken. Trein. Helemaal prima. Let's go. Liever 12 uitje. Ja, nou ja, we kunnen toch, we mogen daar toch gewoon naar binnen, zeg maar. Ik geloof, ze noemde Errol Alkan al. Die zal er ook wel een gast-DJ doen. Misschien krijgen ze James Murphy, met wie ze die set hebben gebouwd. Ja. Misschien krijgen we die wel eens cadeautje. Misschien moeten we er toch heen als bedrijfsuitje van de machine. Goed, laten we dat doen. Ik ben voor. Ik had Max ook mee, die onze tune heeft gemaakt. Ja. Goed, we gaan het hebben over de fotopit. Ja. Toch? Ja. Malou? De male gaze. Klinkt meteen mooi heel woord, erg. Mooi term, toch? Zeker. Wat is er aan de hand? Nou, er is dus er was een foto-expositie op Utrecht Centraal van Veronica Radio. Die houden net zoals wij van lijstjes. Dus die hebben aan het eind van het jaar ook een lijstje met volgens mij de top 1000 aller tijden. Lekker. Prachtig, prachtig. Wat staat er op 1? Pearl Jam? Ja, black. Dat kan niet anders. Zal ik ook nog even 1 keer losgaan of zal ik het hier even laten? Nee, laat maar even. Niks zeggen over die Jeroen van Koningsbrugge Pearl Jam coverband. Laat maar oh even. God. Oh god, god, god. Nou zit het in mijn hoofd. Laat maar nou dat even was lekker genoeg. Vertellen. Dat was genoeg. Ja, anyway. Maar er was een foto-expositie bij die top om dat te vieren op Utrecht Centraal. En er waren geloof ik 7 fotografen voor gevraagd. Nou, een paar dagen geleden zagen we ook een mooie foto voorbij komen op Twitter van al die fotografen die daar exposeren. Van Bart Heemskerk, die daar zelf ook exposeert. Precies. De huisfotograaf van Kensington trouwens. Vooral. Ja, zeker. Maar ja, wat was er met die foto? Staan ze alleen maar man op. En er was nogal een Twitter-relletje om ontstaan van, hey, hoe vinden jullie dat het nou gaat eigenlijk? ja, prachtig. En nou ja, fair. Weet je wel, kijk, het is natuurlijk... Dat is natuurlijk ook iets waar wij het wel even over kunnen hebben. Van waarom zitten daar geen vrouwen tussen? En ik denk dat het ook een beetje zo'n sentiment aanboort. Van, weet je wel, hoezo vragen jullie niet vrouwen hiervoor? Er zijn toch prima vrouwelijke fotografen te strikken voor zoiets? Maar even, als ik dan naar dat lijstje kijk. De mensen die er stonden. Nathan Rijns, Paul Bergen, echt een oude crack natuurlijk. Ben Houdijk, William Rutte, Kees de Bak en H.P. van Veldhoven, Hans Peter. Dat zijn allemaal grote meneren in de wereld, toch? Dus, zeker. Dus niet zo gek dat die mogen exposeren. Ja, zeker. Ze verdienen het in principe ook allemaal om daartussen te staan. Dat staat buiten kijf. Ik denk alleen wel dat als ik bijvoorbeeld kijk naar eerder dit jaar, toen Oor bijvoorbeeld een aanvraag uitstuurde voor jaarlijstjes. Toen heeft Timo kreeg die aanvraag ook binnen. En hij heeft toen eigenlijk teruggestuurd van, hé, dit is de zoveelste keer dat jullie Malou hiervoor niet vragen. Ik vind het prima om mijn plekje even af te staan, zodat Malou dit jaar de lijstje in kan sturen. Nou, dat is een super klein voorbeeld, maar ik vind dat dat wel een soort mooi voorbeeld is van hoe je ook solidariteit kan geven. Alleen het is wel dat je denkt van, hè, waarom denken ze daar niet even over na? Van wat willen we uitstralen? Vinden we het niet belangrijk dat er ook een vrouw ertussen zit? Al is het maar eentje. Of weet je wel, je moet eigenlijk als organisatie toch denk ik iets beter over nadenken van wat stralen we uit. Dan ziet die groepsfoto er ook wat leuker. Ik heb in het verleden wel eens een fotopit gestaan. Ja, en dat is, ja, zeker. In de eerste jaren dat ik bij 312 werkte, maakte ik vaak zelf de foto's. Totdat op een gegeven moment mijn camera kapot ging en ik geen zin had om een nieuwe te kopen. Mm-hmm. Maar ik vond het altijd wel leuk. Maar het is een apart wereldje. Want je staat daar met toch een enorme lens op je buik, zeg maar. Het is toch een beetje een soort van vallensymbool. Ja, is het wel? En alleen maar voor de mensen die weten iedereen staat naar elkaar. Nee, dat is echt serieus. Mensen staan naar elkaars camera te kijken van, oh, nieuwe lens. Net een beetje als racefietsen.
Het is net racefietsen, ja. Ja. Gaan mensen ja. dan ook bij elkaar meten hoe lang de lens is en zo? Ja, nou kijk, het is natuurlijk wel zo dat als je bijvoorbeeld bepaalde restricties hebt, je mag maar bijvoorbeeld alleen maar vanaf de geluidstafel fotograferen, dan moet je natuurlijk wel met een lange lens komen. Dus jij bent natuurlijk wel pas een echte pro als je zo'n lange lens hebt. Dat vraagt investering. En bij die foto... maar het klopt wel, er zijn dus bijna alleen maar mannen die in die fotopit staan. Ja, nou dat is mijn vraag ook. Ik vraag me wel af waarom dat is. Ja, is het, want je krijgt altijd, je noemt net de restricties. En een van de grootste restricties is vaak de eerste twee, soms drie nummers mogen fotograferen. Drie nummers, no flash. Ja, precies. Dat is de vaste restrictie. Is het dan echt een halve vechtpartij als je met die mannen in die pit staat? Want dat is natuurlijk die bak die tussen het publiek en het podium in staat. Dat is wat we dan de pit noemen. Bij grote festivals is dat een meter of drie, denk ik. Ja. Maar daartussen wel een soort van die blokken waar je dan niet op mag gaan staan, natuurlijk. Nee, want daar moet zo meteen... daar moet Eddie verder zo meteen zelf overheen lopen. Ja, en dan begint het. Hè. Dan heb je drie nummers. Dat is meestal een minuutje of tien, hè. Dan mag je ding doen. En het lastige daaraan is dat in die eerste 10 minuten de lichtshow nog niet helemaal aangaat. Dus dan is het vaak of alleen maar rood of alleen maar blauw licht. Terwijl dat wil je natuurlijk niet. Dus je wil eigenlijk liever de laatste drie nummers fotograferen. Dus je moet in die drie nummers moet je toeslaan. Dus inderdaad, je bent als het ware fysiek met elkaar aan het concurreren om het beste plekje te hebben in die pit. Ik vraag er natuurlijk naar, omdat dit misschien wel mede een aanleiding kan zijn waarom er zo weinig vrouwelijke fotografen die pit ingaan. Want als het gewoon een leeuwenkuil is, hè, zoals dit klinkt, om het beste plaatje te schieten. Zou je het kunnen voorstellen? Dat je denkt van, nou, ik ga niet met ellebogen met die mannen die ook vaak nog langer zijn dan jij. Ik ga niet in die pit staan. Nou ja, op zich wel. Ik heb ook even naar aanleiding van dat we het hier over zouden hebben, heb ik ook even met wat vrouwelijke fotografen gebeld. Van, hey, hoe ervaar jij dit? Hoe is het dan om in die pit te staan? En daar kreeg ik eigenlijk een beetje uiteenlopende verhalen over. Dus de ene zei inderdaad van, ja, het is inderdaad, als je in die pit staat. Oh, trouwens, belangrijk om even te zeggen. Wat zij zeiden was, oh ja, inderdaad, er werken in principe trouwens prima of een aantal vrouwelijke fotografen in de popwereld. Alleen ja, in de pit is het inderdaad dat er wat meer mannen zijn. Vrouwen doen misschien wat vaker achter de schermen bij festivals en poppodia en dergelijke. Mooie portretten. Mooie portretten, inderdaad. Maar in ieder geval over die fotopit. Wat ze daarover zeiden was dat de een zei van, ja, ik merk daar inderdaad dat er een beetje een mannencultuurtje heerst inderdaad. En ook dat je een soort oude garde die toch wel ook onderling gewoon, ja, weet je wel. Elkaar respecteert. Elkaar respecteert, elkaar de ruimte gunt en misschien ook, dat wat één iemand aangaf was van, oh, ik heb gewoon de hele tijd gehad dat niemand me begroette daarbinnen. Een ander zei, oh nee, daar heb ik eigenlijk helemaal niet zoveel ervaring mee. Of ik wijt het in ieder geval niet aan het feit dat ik een vrouw ben, maar misschien dat ze, weet je wel, een heleboel van die mannen die in die fotopit zitten, die lopen daar al zo lang rond, dat ze in principe, denk ik, ook, dat zij zei dan, vooral gefocust zijn op het werk dat ze daar moeten doen en niet per se zo erg met met de mensen om hun heen. Dus zij zei van, ja, ik ervaar het niet per se als, oh, ik ben een vrouw, dus ze zien me niet staan. Maar meer van, oh, ze zien me gewoon als een nieuwtje en een nieuwkomertje. En wat dat betreft zijn ze misschien wat minder happig om even hooi te zeggen. Ze schept de situatie natuurlijk. En dat is voor elke werknemer in die pit natuurlijk heel lastig. Het moet in een kwartier gebeuren. Dus ik snap wel dat je om maar eens een term die deze week ook vaak voorbij komt, topsport. Dat is het tot op zekere hoogte wel. Ja. Omdat het in een kwartier moet gebeuren. Dus dat maakt wel dat je hebt een kwartier om de voorpagina, als het een U2 is, van de Volkskrant of de Telegraaf te schieten. En dat is niet veel, zeg maar. Ja, tegenwoordig kun je je vinger op de knop houden en maak je in 4,5 seconden 450 beelden. Maar dat was natuurlijk in het begin ook echt wel anders. Ja, nou, wat een van hen zei, Annemarie Kok, dat is een fotografe die in principe ook wel vaker in die pit staat, ook bij grote shows en dergelijke. Nou, wat zij zei erover was, ik zie het niet zozeer als het probleem van de soort een bepaalde mannencultuur tussen haakjes in de pit, maar meer de vraag van, word je gevraagd om überhaupt in die pit te staan? Wie zijn de opdrachtgevers? Dat geldt eigenlijk ook voor die expositie waar we het nu over hebben. Zeker. Want je kunt moeilijk tegen Nathan Rijns of Ben Houdijk of William Rutte zeggen, jij hoort daar niet, want natuurlijk horen die daar. Dat zijn mensen met een hele mooie catalogus aan werk. Maar ja, welke vrouw vraag je daarbij als expositiemaker? Ja, precies. En dat is heel erg die vraag van, vind je het als
festival of organisatie in deze wereld vind je het belangrijk dat de mensen die voor je werken een bepaalde mate van diversiteit hebben, dan moet je daar actief over nadenken wie je daarbij wil betrekken. Wij vinden dat zelf ook lastig. Want wij hebben ook niet per se een heel leger aan vrouwelijke fotografen klaarstaan, toch? Nee, zeker. Ik zat zelfs, wat grappig was, ik zat dus gisteren ook even terug te kijken naar, weet je wel, lijstjes van popfotografen die 3 voor 12 in het verleden heeft gemaakt. Van dit zijn de beste popfotografen van Nederland. 10 mannen genoemd. 10 mannen, geen vrouwen verder. Dus dat is inderdaad, dat is denk ik wel iets dat is veranderd, geloof ik. Want ik heb wel het idee dat sinds ik bij 3 voor 12 werk, dat is nu 4 jaar... bijna 4 jaar, dat er op een boel festivals toch wel minstens 1 freelancer is een vrouw die dan meegaat. Of ja, dat is wel op zich wel wat we proberen. Maar zeker. Het is een beetje hetzelfde verhaal als met popjournalisten. Daar werd ook lange tijd van gezegd, ja, we willen wel vrouwelijke popjournalisten, maar ze zijn er gewoon niet. Het is ook wel echt, ik kan er wel wat over zeggen. Dat is geweest. Nou, het is niet zo dat ze er niet zijn, maar ze zijn. Het is echt lastig om die te vinden. Want ik ben natuurlijk als eindredacteur vaak verantwoordelijk voor die sollicitatieprocedures. Of ik zit daarbij. En mensen van kleur, vrouwelijke popjournalisten. Het is echt ingewikkeld. En daar hebben we echt wel 2-3 jaar geleden. Nou, ik denk wel inmiddels 3 jaar geleden. Een beetje rond jouw komst. Echt wel een effort mee proberen te maken. En het is echt ingewikkeld. En die effort doe je door de sollicitatieteksten, de vacatureteksten anders op te stellen. Te kijken buiten je eigen netwerk. Het op andere plekken aan te kondigen. Maar bijvoorbeeld ook wat ik terughoor. Wat voor ons natuurlijk een plek is om ook al te gaan kijken. Scholen voor journalistiek. Als je daar gaat kijken of daar bijvoorbeeld gastcolleges geeft, dan zie je het eigenlijk al in de collegezaal. Dat is als je denkt van als dit de toestroom is, of in ieder geval een deel van je toestroom, buiten bijvoorbeeld onze lokale 3 voor 12 sites, hè, wat natuurlijk een soort werkplekken zouden kunnen zijn, waar je dit soort mensen kunt opleiden, zeg maar. Maar de opleidingen zelf zijn natuurlijk ook zo'n plek. Ja, dat is echt niet funny om te zien, hoor, als je voor zo'n collegezaal staat. Dat is echt ingewikkeld om te zoeken naar mensen die iets anders zijn dan een witte jonge man. Ja, maar dat gezegd hebben we dus. Het is gewoon belangrijk dat je dan zelf inderdaad die moeite doet om dat wel te doen. Want om te zeggen van er zijn geen vrouwen te vinden of er zijn geen mensen van kleur te vinden die dit willen doen. Dat vind ik dus een stom excuus. Dat is het ook. Ze zijn er wel, maar je moet gewoon verder die kijken. Die moeten de kans krijgen om ervaring op te doen en opdrachten te krijgen. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja, precies. En ik denk ook dat, weet je wel, de algemene bias bij veel plekken is toch om, weet je wel, te gaan voor de oude garde, de mensen die zich al hebben bewezen en dergelijke, en die misschien al 10 of 20 jaar in die wereld rondlopen. Maar als je wilt dat het verandert, dan zul je toch echt andere mensen een kans moeten gaan geven. Ja, mag ik daar nog 1 ding over zeggen wat aanhaakt bij de actualiteit? Ik denk dat de structuur van de publieke omroep, met kortlopende contracten, met grote werkdruk. Bijvoorbeeld als we op festivals werken waar we met weinig mensen ontzettend veel werk willen verzetten, omdat we zo'n festival als Lowlands of Best Kept Secret of Down the Rabbit Hole echt heel breed willen verslaan. Dus je wil eigenlijk overal zijn waar iedereen is, ook qua foto's, maakt dat je, en dat is dus echt gewoon iets wat ook heel verderop in de structuur van de publieke omroep beter geregeld zou moeten worden. Ga je doen wat jij net zegt. Je gaat vertrouwen. Je denkt van oké, we zijn maar met zo weinig mensen en we moeten toch 24 shows op een dag gefotografeerd en gerecenseerd hebben. Laten we dan maar voor die vaste waardes gaan. Ervaren mensen die zich, waar we van zeker weten dat die geen fouten maken. Dat er voor cameramensen natuurlijk. Ja, zeker. Zeker. Want als we het hebben over mensen opleiden, moet je dus ook een foutmarge in kunnen bouwen. Dat mensen 24 shows fotograferen, waarvan de foto's van 4 shows niet zo goed zijn. Dat is waarom ze jong zijn. Dat is waarom ze willen opgeleid worden. Ja, precies. En dan is het probleem, dat mag niet die show zijn van Pearl Jam. Nee, want precies. Die moet goed zijn op de voorpagina. En dus moet je dus ook aan de structuur van de publieke omroep en van je contracten de ruimte bieden dat mensen fouten mogen maken en dat het niet allemaal 100% van de tijd perfect hoeft te zijn. Dat kun je van iemand vragen die het al 40 jaar doet en die op die foto staat op Utrecht Centraal. Ja, maar om eerlijk te zijn, kijk, de manier waarop foto's in de popwereld een lange tijd werden gemaakt, daar zit ook al een bepaalde mate in van, weet je wel, hoe is dit allemaal goed? Kijk, als we het hebben over de male gaze, een soort van de mannelijke kijk op popfotografie. Het is wel heel letterlijk de mannelijke blik door die camera. Precies, en dan merk je ook dat bijvoorbeeld bij bepaalde artiesten, dat er dan veel sneller wordt ingezoomd op een décolleté, of dat er een bepaalde suggestieve positie wordt aangenomen. Ja, nou, het is toch hetzelfde met, als je kijkt naar concerten.
concertregistraties, dan zie je toch heel erg vaak dat er door cameramannen toch net iets te veel wordt ingezoomd op die ene leuke vrouw die vooraan staat met een diep bekelde tape. We waren afgelopen vrijdag bij die screening van Meet Me at the Bathroom, waar we vorige keer kaart voor hebben weggegeven. Dat ging ook een heel groot gedeelte over de Yeah Yeah Yes en die zangeres. Ja. Oh, ja. Dat shot dat erin zit van een fotograaf van de NME of een of ander krantje, waarbij hij gewoon letterlijk die camera onder haar rok duwt en daar werd dan een foto van gemaakt. Dus je zag het. Ja, we kunnen doen net alsof dat niet bestaat, maar dat was gewoon, dat moest dan maar die zangeres van de Karen O, heet ze geloof ik, moest het dan maar normaal vinden. Ja, precies. Nee, en dat is natuurlijk al aan het veranderen, maar dat is ook waarom het heel belangrijk is dat er gewoon een brede groep van mensen is die aan het werk is. Zeker. Ja. Goed. Nou, Pearl Jam staat weer op 1, geloof ik. Dat is mooi. Daar verandert er nou van niks aan. Dat is hartstikke leuk hoor, zo'n lijst. Toch? Zullen wij naar Jeroen van Koningsbrug gaan? Gewoon om even te kijken of het echt waar is. Gaan we doen. Ja? Ja, jij en ik. Ja? Ja. Oh man. Ja. Ga je ook mee, Marlou? Jeroen van Koningsbrug speelt Pearl Jam? Ja, ik wil er prima heen. Genoeg bedrijfsuitjes voor 3 voor 12. Zo goed zo. De komende tijd. Nou, we zien jullie allemaal daar vooraan. Links in bij de paal. Ja. Of in de pit. Aanstekers klaar voor Black. Ja, we gaan erheen. Goed, dit was de machine voor deze week. Over 2 weken zijn we er weer. Op 1 april 1984 overlijdt een van de grootste soul-artiesten aller tijden. It's Marvin Gaye. Marvin heeft net een succesvolle comeback gemaakt als hij 1 dag voor zijn 45e verjaardag wordt doodgeschoten door zijn eigen vader. De moord maakt een eind aan het bijzondere leven van de zanger, dat gekenmerkt wordt door hoge toppen en diepe dalen. Afraid I'm much too emotional to be an artist. De laatste dagen van Marvin Gaye is een podcast van NPO Radio 5 en Avro Tros.